Het regenachtige weer van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat veel bootjestoeristen een veilig heen komen zoeken in de meest idyllische jachthaven van Nederland, de Prinsentuin in Leeuwarden. Ze meren soms voor meerdere dagen af aan de Singel om de historische binnenstad te bekijken, te winkelen of een museumbezoekje te brengen. Leeuwarden als slechtweeraccommodatie dus. Op een hele mooie boot hier in de mooiste jachthaven van Friesland, hier in de Prinsentuin, vakantie vieren. Heerlijk. Uitrusten, bijkomen, lekker winkelen, gezellig. Waarom heeft u precies voor deze jachthaven hier gekozen? We doen ze in groepsoverleg met 5 boten zijn we hier. Het is heerlijk fantastisch. En hoe bevalt het? Goed, super. Morgen gaan we weer weg. Of vandaag gaat het licht aan wat ze overleggen met z'n allen. Ja. Want het is natuurlijk heel anders dan als je midden in Friesland in een natuur ligt. Geen faciliteiten, dan hebben jullie ook heel veel aan boord natuurlijk. Maar ja, zo tegen de stad aan is wel lekker volgens mij. Dat is even lekker, maar de natuur heeft mijn voorkeur. Ja, absoluut. Nou, is het niet het mooiste weer. Dat biedt aan voordelen om hier te liggen? Nou. Ja, dan kan je even een beetje het centrum bekijken. Ja. En lekker winkeltjes, Wat is er zo leuk aan om met de boot door Friesland te varen? Ja, gewoon even goed. Gewoon heerlijk vrij. Als je op de boot bent, dat is gewoon heerlijk. Ja. We zijn eerder in Leeuwarden geweest en gewoon de leuke ervaring dat je hier vanuit een prachtig park zo de stad in kunt lopen. Het was wat minder weer de afgelopen dagen en het is altijd leuk als je wat in de stad kunt vertoeven. Want dit is echt wel een slecht weerlocatie voor als je met een boot op pad bent? Nou, niet per se. Leeuwarden is altijd een mooie stad om aan te doen. Dat gaat altijd veel plezier gehad. Ja, een beetje leuk winkelen en een lekker hapje eten. Ja. En het is natuurlijk niet een doorsnee jachthaven met allemaal vakken zoals je normaal vindt, hè? Nee, inderdaad niet. Het is, s'avonds kan je het risico lopen dat je moet dubbel liggen. Maar het is gewoon gezellig hier. Het is wat anders dan over de stijgers lossen en een beetje het campingidee te hebben. Maar nee, het is gezellig hier. Leuk om hier te liggen? Ja, ik vind het niet geweldig om hier te liggen, ja. Het is mooi midden in de stad, vlak bij het centrum. De vrouwen vinden die geweldig, kunnen ze af en toe winkelen. Hè. Ja, dat maakt wel even verschil, hè? Als je ergens midden op het Snekemeer ligt of hier je faciliteiten heb je naast de deur. Zeker hebben we die naast de deur. Maar wij kwamen eigenlijk van de eilanden af, omdat er wind was. Toen zijn wij naar binnen gegaan, is dit een mooie vervangende plek. Hè? Ja. Urk. Zag ik op de boot staan. Urk heeft ook alles met water. Ja, Urk is de mooiste plek van Flevoland, vinden wij, hè? Vindt ieder. Dus we hebben veel met water. Waar gaat u meestal heen te varen? Is dat door heel Nederland? Of? Nou, ik heb deze boot net. Okay. Dus wij varen deze ligt van het jaar voor het eerst in water. Dus we moeten alles nog verkennen. Hè?
Wij varen al 35 jaar en we hebben grote reizen gemaakt, hebben we kleinere reizen. Maar als we een rondje Friesland doen, dan komen we altijd in Leeuwarden aan. Ja. Want Leeuwarden, die haven is geweldig, het is allemaal prachtig, gezellig, heel veel drukte. Je hebt allemaal wat te kijken en alles meer, dus wij komen elk jaar hartstikke zo'n beetje aan. Voorheen waren we altijd met hele grote reizen bezig, maar we worden nu ouder en mijn vrouw wil het helemaal niet meer. Nee. Dus dan blijven we in Friesland, maar ook wel die andere plaatsen, of die andere provincies wel. Maar niet meer zo naar Duitsland en België, die kant, dat doen we dus niet meer. En dat hoort bij in een vakantie ook even deze mooie jachthaven hier in Leeuwarden? Ja, dat doen we altijd. Maar het is gewoon een hele gezellige haven, dat heb je zelf ook al ondervonden en dat weet je natuurlijk wel. De Prinsentuin, dat is gewoon een prachthaven, schitterende haven. Ja. En nou nog mooi weer, hè? Ja, nou dat komt wel even wat beter, hè, dat weet je. Maar ja, Piet Hoor en die andere weerstation, dan wordt het in de loop van deze week beter en dan blijft het een beetje stabiel volgens mij.